In winterse atmosfeer ben ik hier met mijn plantje aanbeland. Joey roept in het hoofdgebouw, want die heeft een heus plantenasiel geopend. Waar je, als je van je plant af wil, voor welke reden dan ook, in ieder geval het niet zomaar plomp verloren, wind om de oren, score, weg hoeft te jensen, maar hem hier naar binnen kan brengen bij die aardige poortgebouw mensen. We gaan eens kijken of we hem even kunnen storen en de hoed lichtend van ons overbodige plantje af kunnen komen. Plomp verloren. Gaat u weer mee in de randomisee. Volgens mij staat hier ook nog zo'n beestplant. Wie is er dan aan de hand? Hier bij de provisorische muisbel. Kijken of ze er zijn. Hier, wat denk je wel? Wordt ons al toegelachen. Misschien nog even kloppen. Hallo. Hallo. Kijk eens eventjes. Oh, wat Joey. Wat fantastisch. Een mooi. Ja, ik weet niet of het heel fantastisch is, want het is wel in een oefening lelijk plastic bakje. Ja. Kan je er wat mee aan? We gaan het proberen. We zijn een beetje uitgebeten, uitgekeken op het vetplantje zoals dat te doen gebruiken bij Comiofo bij ons in huis stond. Ja. We gaan even anders interiëren. Hartstikke bedankt. Ja. Ja. En gebeurt dat vaak dat ze even hier overvallen in het poortgebouw? Het gebeurt zeer regelmatig. Eigenlijk. Want ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij staat nog zo'n beestplant op je te wachten hier buiten. Hebben mensen er eentje achtergelaten? Ja, volgens mij nog wel twee. Een oude hedgevaren. Of een hedgehoorn. Wat een fantastisch mooi. En ik heb hier nog eentje voor je. Zal ik je even door je rug laten gaan? Deze hoort erbij, dit is volgens mij van de gemeente. En deze, ja. Zie je het? Ook zo'n zielige geitserik. En wat is dit voor een plant? Wat heb je er een beetje verstand van? Dit zou ik zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Zit je in de groenvoorziening? Uit mijn hoofd zou ik het niet weten. Maar kom je uit de groenvoorziening dat je het lot van de zwerf en de weesplant je aan hebt getrokken? Het is als hobby begonnen eigenlijk. En toen dacht ik, ik heb het op andere plekken in Nederland gezien, toen dacht ik, laten we het ook proberen. Volgens mij heb je een beetje heel erg last van roos, of is dat gewoon de sneeuw die daar beneden? Dat is de sneeuw. Maar gaat deze eventjes op een veilige warme plek neerzetten, ja. Tenzij die er niet tegen kan natuurlijk. Moeten we even uitzoeken. Deze kunnen we wel een beetje warmte gebruiken. Staat er dan nog meer bij van je gading? Nee, hè? Nee. Hop, fort, binnen. Weer een beetje warmte vatten. Blijf kijken, blijf werken op die mensen. Kan ik je even helpen hiermee? In de randomisee. Lekker. Nou, dat is aardig looier. Zo, in dat prachtige mooie poortgebouw. Bedankt. Dag mevrouw. Hallo. Ook van de plantenbeurs. Ja. Van het plantenasiel. En wie hebben we hier, als ik het vragen mag? Hi, ik ben Lonneke. En, Wij hij heeft opgericht, maar ik ben zijn vriendin, dus ik heb ook een handje mee. Ook een beetje van de uithalen en ruilhandel? Ja. Nou, we hebben natuurlijk al verleden in poortgebouw. We hebben een weggeefwinkel gehad op dit moment. We hebben een kledingruil. Dus we dachten, waarom niet met planten? Tegen de verspilling? Ja, zeker. Dan hebben we er allemaal wel plek voor. Ja. Ja, zeker. Ons huis is gelukkig groot genoeg. Ja. Want het is een aardige verzameling inmiddels al. Ja, en mensen mogen ook plantjes meenemen, dus we hopen daarmee ook niet in ruimtegebrek te komen. Want nogmaals, je kan ze hier komen halen zoals in een echt asiel. Ja. En dan krijg je een adoptiebewijs of dan moet je gescreend worden. Nee. Of je er wel goed voor gaat zorgen of voor kan zorgen. Gewoon even een gesprekje denk ik om te kijken wat je weet wat je moet doen. Ik vind het ook wel leuk dat ik weet waar de planten blijven. Maar en waar ze vandaan komen. Ja. Ze gooien ze ook gewoon voor de deur. Ja. Soms weet je niet altijd inderdaad waar ze vandaan komen. Het is een beetje pleur meneer als je niet oppast. Want je bent niet elke dag open hè, om de planten in ontvangst te nemen. Eigenlijk alleen de laatste donderdag van de maand. Want je werkt ook? Ja, ik werk gewoon door de week. Dus ik heb niet als afwasser. Dus, je hebt water zat om ze een beetje te verzorgen? Ja. Maar ik heb daarom niet altijd tijd om de deur open te doen. Dus eigenlijk zijn we alleen de laatste donderdag van de maand open.
En ik wil mensen ook toch wel wat informatie bij de plantjes geven die ze mee kunnen nemen om wat dan betreft verzorging. Joey Roots, die zijn naam volop eer aan doet. Joey Wortel. De plantendokter. Het lijkt wel alsof ze dusdanig bewegen om te zeggen dankjewel dat je me van een absolute wisse dood gered hebt. En dat we misschien nog een prachtig mooi ander omkomen kunnen verwachten. Dat er mensen ons komen adopteren.